De Diabetesvereniging Suriname, DVS, heeft gisteren een themaavond gehouden over hartziekten bij diabetespatiënten. De inleider op de avond was cardioloog Zorana Jagernat. Zij geeft aan dat hart- en vaatziekten en diabetes mellitus vaak samengaan. De symptomen van diabetes zijn lang niet altijd duidelijk, wat ervoor zorgt dat men deze ziekte vaak te laat ontdekt. Er kunnen dan al problemen in het lichaam zijn ontstaan, legt zij uit. Vrijwel alle mensen met diabetes krijgen vroeg of laat te maken met minstens één diabetescomplicatie, zoals oog- en nierproblemen, vaatproblemen met als gevolg een hartinfarct, herseninfarct of afsluiting van andere aders. Jagannath zegt dat diabetes onze vaten aan de binnenzijde aantast. Vaten die lopen in ons hele lichaam overal. En om organen goed te laten functioneren, dan moeten die vaten goed zijn. Want de bloeddoorstroming, de bloedtoevoer naar de organen, die moet goed zijn. En dan krijg je dus deze problemen. Overal in het lichaam, waar het belangrijke organen zijn, ga je de effecten van die hyperglycemie, dat labbriefje met die hoge suiker, die ga je merken. Het blijft niet bij gewoon een verhoogd suikergehalte. Want diabetes is de voornaamste oorzaak van blindheid. Het is de voornaamste oorzaak van nierproblemen. De voornaamste oorzaak van amputaties. Als je diabetes bent, heb je een 2 tot 4 keer zo hoog risico op een beroerte of verlamming. Op een MI staat voor myocardinfarct, dus een hartaanval. En 70% van de diabetes die overlijdt aan een hartziekte. En daarom zijn we vandaag hier om daarover te praten. Over diabetes en hartziekte. Cardioloog Zorana Jagannath sprak gisteren bij de themaavond over hartziekten, georganiseerd door de Diabetesvereniging Suriname DVS. DVS is een patiëntenvereniging van diabeten die maandelijks specialisten of deskundigen uitnodigt om een voor diabeten belangrijk onderwerp te bespreken. Zo tracht de organisatie een bijdrage te leveren aan het terugdringen van deze ziekte door het geven van voorlichting, educatie en awareness rond de behandeling en preventie van diabetes.